Hey hallo, welkom weer terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik voor jullie al mijn brieven uitpakken die ik de laatste tijd heb gekregen. Deze brief heb ik gekregen van May. Ze woont in Singapore. Ze heeft een kattenthema gedaan. Echt zo schattig. Ze heeft ook een eigen YouTube kanaal en die heet Mamie Mine. I was so happy when I opened the beautiful letters. I missed it to make YouTube videos. Ik was zo blij toen ik deze brieven allemaal openmaakte. Ik heb het heel erg gemist om deze video's te maken.
Deze mooie brief heb ik gekregen van Des. Ze woont ook in Nederland. Ze heeft ook een eigen YouTube kanaal en die heet Pempal Des. Deze brief heb ik gekregen van Mimi. Ze woont in Zweden. En ze stuurt altijd zoveel leuke en lieve pakketjes. Deze mooie brief is van Cariela. Ze woont in Puerto Rico. De vorige brief die ik naar haar had gestuurd was helemaal nat geworden. Echt zo zonde. Je kon helemaal niks meer lezen. Ja, dat was wel een beetje pech. Maar goed. Thank you.
brief kreeg ik van Lily. Ze komt uit Amerika. Deze mooie paarse brief kreeg ik van Elin. Ze woont in Zweden. Deze mooie brief heb ik gekregen van Leonarda. Ze woont in Kroatië. Met haar schrijf ik 2 jaar. Deze leuke brief heb ik gekregen van Wiljana. Ze woont in Macedonië. Als ik dat goed uitspreek, geen idee. Deze leuke brief heb ik gekregen van Anna. Ze woont in Japan. Echt zo vet dat ik een penpal heb die in Japan woont.
deze mooie brief heb ik gekregen van Marion. Ze woont in Duitsland. En met haar schrijf ik ook al 2 jaar. Deze heb ik gekregen van Anna. Ze woont in Roemenië. Deze hele mooie brief heb ik gekregen van Marianne. Ze komt uit de Filipijnen en ze heeft ook een eigen YouTube kanaal. Die heet Marianne's Nook. En deze vrolijke brief heb ik gekregen van Nuria. Ze woont in Spanje. Met haar schrijf ik ook al 2 jaar.
En deze allerlaatste brief heb ik gekregen van Martina. Ze woont in Polen. Zij maakt ook altijd zulke mooie brieven. En ze heeft ook een YouTube kanaal. En die heet Marvulka. Dit was dan alweer de video. Ik hoop dat je hem leuk vond. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!